Ontspannen zittend op de stoel. De volgende persoon, wie is dat? Ik ben Frank Olijven, 33 jaar en woon in Zwolle. In Zwolle. Je hebt een rijke voetbalcarrière gehad, die onder andere begon bij Ajax volgens mij, of niet? Ja, klopt. Jeugd bij Ajax gezeten. Toen ben ik... Hoe lang? Hoe lang? 11 jaar. 11 jaar? Ja. Noem eens wat spelers op. Met wie je hebt samengespeeld? Ja, noem maar spelers op. Anita, Blind, Siem de Jong, Butner, Alderwereld. Ja, dat zijn wel een beetje jongens uit mijn lichting inderdaad. Ja. Leuk, mooi. En daarna? Daarna FC Groningen. Daar heb ik 2 jaar gespeeld. Onder andere ook met Stef. Toen ben ik naar FC Zwolle toen nog gegaan. Daar heb ik 3 jaar gespeeld. 4 jaar Emmen daarna. Een half jaar Amerika. 2,5 jaar De Graafschap. 2 jaar Spakenburg. En nu hier. Oké. En jij hoopt natuurlijk met jouw routine om de ploeg op sleeptouw te nemen. Ja, onder andere ja. Ja, klopt ja. Ja. En vind je dat lukt tot nog toe? We zijn natuurlijk pas 1 wedstrijd echt onderweg natuurlijk. We hebben een voorbereiding gehad waarin het misschien wel een beetje zoekende was nog naar wie gaan er spelen. Wie zijn er op dat moment aanwezig? Want jongens hebben natuurlijk een hartstikke lang seizoen vorig jaar gehad. Met een hele korte vakantie. Waardoor het begrijpelijk was dat sommige jongens wat later zijn aangesloten. Dus dat was een beetje zoekende. Maar ik denk dat het steeds meer lijnen komt. Ja, ja en het wordt een enorme strijd op dat middenveld. Hè? Want we hebben nogal wat middenvelders. En ook nog creatieve middenvelders ook. Want ja, straks gaan Maarten en Erren. Jafous, die gaan natuurlijk richting middenveld, want op hun posities komen er ook weer anderen. Dat wordt nog wat, Ik denk dat concurrentie alleen maar goed is. Dat was volgens mij, vorig jaar was dat hier wat minder het geval. Volgens mij helemaal tegen het einde van het seizoen was de selectie wel heel erg uitgedund. Het is nu goed dat er concurrentie is. Qua coaching kun jij natuurlijk wel enorm veel betekenen voor die jonge jongens. Dat denk ik wel, ja. 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 En dat vind je ook leuk? Ja, absoluut. Ja, nee, zeker. Ik ben zeker altijd bezig met het neerzetten, het coachen en gewoon voor zorgen dat iedereen op de juiste positie staat. En proberen wat meer diepte in het spel te brengen bij DVS. Want dat mankeert er nog wel eens een beetje aan. Het positiespel is fantastisch, zo nu en dan. Denk ik, oh, wat is dit lekker. Dit is echt een topploeg. Maar dan zie je de uitslag en dan staat er gewoon 0-0 op het bord. Ja, ik denk wel dat we genoeg kansen krijgen in ieder geval. Als je afgelopen wedstrijd ook ziet, volgens mij hebben we zeker weer 3, 4, 5 hele goede kansen gekregen. Dus laten we het houden op nog een klein beetje scherp. Zeker. Hey, we wensen je heel veel succes. Natuurlijk allereerst zaterdag, Sparta-Nijkerk. Daarna ook volgen er ook nog diverse duels waarvan je gaat smullen. Dovo, VVOG. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een heel goed seizoen gewenst namens DVS TV en de supporters. Frank. Dank u wel. Okay.